Mission Webinar, mi nombre es Shanteri Jitsen, y hoy el programa The Youth Experience Holanda nos está pidiendo un mensaje especialmente para Abu para bendicionar Abu hoy. Pero no te sientes tu gusto, nos está pidiendo cocinar algo nuevo y fácil para hacer. Te pedimos hobbies más, pero prometo que me la hago bien, me tiene un versículo y te escribí en Salmo 37, versículo 4. Y te avisa, busca el gusto del Señor y Él lo dona todo lo que tu corazón por desea. Hobbenang, sigue disfrutar. Hallo allemaal, mijn naam is Suzette Hoy en vandaag ga ik jullie het verhaal vertellen over Jozef. Jozef was de zoon van Jacob. Hij had heel veel broers en God had hem een speciale talent gegeven. Dat was dromen vertalen en zelf had hij ook een droom gekregen, waardoor zijn broers hem nog meer haten. En die droom staat geschreven in Genesis 37, vers 5 tot en met 8. En daar staat geschreven: op een keer had Jozef een droom. Hij vertelde die droom aan zijn broers. Toen haatten ze hem nog meer, want hij vertelde: luister eens naar wat ik heb gedroomd. We waren in het veld bezig om het graan tot bossen te binden. Toen ging mijn bos overeind staan en bleef overeind staan. En die van jullie gingen er omheen staan en bogen voor mijn bos. Toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? En ze haatten hem nog meer vanwege die droom en om wat hij had gezegd. Door deze droom kregen zijn broers een haat voor hem. Dat uiteindelijk leidde dat zijn broers hem gingen verkopen als slaaf aan de Ismaëlieten. Het ging niet meer zo goed. Hij werd verkocht als slaaf. Hij ging de gevangenis uit. Maar het mooiste is dat daar zijn verhaal niet eindigt. Want uiteindelijk, doordat hij steeds toch bleef dienen, werd hij uiteindelijk gezagshebber van Egypte. En dat staat geschreven in Genesis 41, vers 40. En daar staat geschreven: jij zal de leiding over mijn hele paleis krijgen. En mijn hele volk zal jou in alles gehoorzamen. Alleen door de troon zal ik belangrijker zijn dan jij. Maar ik geef jou de leiding over heel Egypte. Nou, jongeren, wat ik eigenlijk met dit verhaal aan jullie wil zeggen is: maakt niet uit in welke situatie je zit, op school, werk, thuis, of het goed gaat, ja of nee. God heeft een plan met je leven. Hetzelfde als wat ik heb meegemaakt. Ik zat 4 MAVO en ik bleef uiteindelijk zitten met mijn examenjaar. De periode dat ik het hoorde, ik was heel erg verdrietig. Ik had nergens zin in. Maar ik bleef doorzetten. Ik bleef in God geloven. Ik bleef hem vertrouwen. En uiteindelijk ben ik toch geslaagd en zit ik nu in de eerste weer. Dus als hij het voor mij kan doen, kan hij het vast wel ook voor jou doen. Het enige wat je moet doen is gewoon in hem geloven. Blijf in hem geloven. Blijf in hem vertrouwen. En alles komt goed. God maakt zijn plan heus wel met je af. Ondanks dat je misschien denkt dat het lang duurt. Onze tijd is niet zijn tijd. Dus alles komt goed. Be blessed. En tot de volgende keer. Hey Owen, Dios bendicionado. Welkom in de andere edition de cocina. Mi nombre es Michele Cortensia y hoy atrove. De cocina nos va a preparar algo más y más dulce para vos. Y hoy me tengo un invitado especial, cual es Amira Reina. Amira te va a asistir a hoy de cocina y junto nos va a dar vos tips para vos como estudiante para preparar vos más y más fácil y cosas más importantes, barata. Todo lo cual nos va a mostrar hoy no va a salir ni 5 tepas 10 euros. Dus, se botimo cocina básico na casca, ba manera bo seasoning na cocina, deisa teita algún coso bo mestrewa. Hobenang, nos ta contento que vos nanta bezig ta waknos, contento que vos nanta disfrutando de nos programa. Awe, nos sin algo especial preparaba vos na manera eli cabisa a cabawari, algo super delicioso, que men se botimo pen, botimo papel, cuenang y nota unto con nos pa botame por tra lo cual nos se prepara awe pa vos na. Elika, yes. Me mirando bien con tu chicken. Yes, ahora nos vamos a hacer filled baked potato. Nos vamos a comenzar mejor, manera a mirar bien agua, porque tengo cosas de esquivir un cubo. Buena, normal, pues me tenéis que hacer tres esquivos, porque me tenéis que hacer. Porque me tenéis que hacer 3 batatas, 2 filetes sin hueso, si me tengo otra galinha también, no está nada, pero preferible sin hueso. Lo cual nos tiene que hacer, a mirar pasando, me tenéis que hacer sour cream, queso raspado. Nos tien garlic poeder, kruidenboter, nos tien nos mix seasoning y nos tien salu.
Durante di e grabación mi visto vos quanto di cada ingrediente vos han comestir. Okay. Comienza a mesura con galinha. Che cotture nostro bei usa per nos preparare questa galinha? Nostro bei usa dos di cada sazón, nostro bei usa dos de leipo. Okay. Nostro bei comienza con galinha. Bota com a cara onde vou filhar, bota corta o mais chiquito possível. Então, aqui com a minha de 10 aqui, lá, não sei se é 10. Essa maneira de abrir essa ouro assim na barata. Sim. Com a boca, como o Robin por trás na casa. Yes. Outra, essa aqui é especial para o Robin, o estudiante. Yes. Aham. Estou com a riba no budget, não? Sim, seguro, seguro. Está bom assim aqui? Falta um pouquinho. E aqui nós, Anila? Aqui nós, nós temos mais um daqui, tá? Ok. Mica, lá, vamos baixar mais, mas agora aqui, tá bom? Começa com a boçalo, boçisa, né? Sim, agora vou... Sim, e agora vou brincar a galinha, né? Nossa, na placa. Yes. Basically, nós acaba de cortar a galinha, né? Nós vamos passar na nenhuma. Tem nós... Assim, dá, viu? Sim. Kelika, agora quanto medir nós vamos ter de sazón? De sazón nós vamos ter, não importa não, fica assim aqui. Nós vamos ter, para ter uma série, um teleipo. Ah, eu hope, super hope, importante, nós vamos usar teleipo com 8 label. Essa aqui está um teleipo, essa aqui está um 8 label, dessa hora botando nele usar teleipo, está essa aqui, 8 label, está essa. Nós vamos ter seasoning, nós vamos usar 2 teleipo de MX seasoning. Yes, a mira passar e garlic. Dois tea leaves tá me de garlic powder. Yes. Salo a mira. Yes. O benang, espera, vamos andando notando. Uma coisa bom, uma coisa importante. Também não sabe que mestre de Elika, mas eu vou fazer dois teleipos de sazão, sí. Dois teleipos, não sei se é de garlic, yes. E dois teleipos de sal. Yes. Ok. Dirty, bota. Sim, está bem. Mexe. Ela começou a ler duas chicapas. Sim, sim, sim. Yes. E na terceira tijd, Amira, com a galinha está bezig, está com o chip. Sim. E aqui, sim, a batata não está clara. A batata não está clara. Ok. Você vai cortar 3 fitas de folha. Eu não sei 3 fitas de batata, você bota 2 batatas, 2 fitas de folha. A mira, ela vai ter que não para mim. Sim. Então, é batata, tipo, não preciso saber. Agora bom. Põe, agora não, sim. É batata, tem folha. Bota. Okay. Ik kneep en gooi naar rand. Bij het nemen maas kajente, door kunnen we bij korte en batata mee mee. Ja, nada nog te vlammen voor die andere. Oh, oké. Okay. Sí. Sí. Nu kan ik nog bij zeggen kun je dan nog bij korte nog batata vertical. E a galinha está cerca de clan. E qual que vou porra essa hora aqui, tá? Bota com um teleipo chiquito. E vai corta e vai corta a batata, acaba na dois. Bota a rabia disso um tique. Então bota simplesmente vai rungar com ele. Bota disso, rungar com ele um tique. Bota disso, quita e batata um tique for de e. Sim, lasse um tique, yes, okay. Yes. Okay. Então, espera, mas faz isso aqui bom? Então, isso aí para a mira agora. Okay. Vamos pôr na junta, se não quer ver, até eu. Vamos começar com o seguinte, né, Eno? A mira, vou passar a cry the butter. Sim. Quanto é isso aqui nós vamos ter mestre? Isso aqui nós vamos ter mestre 8 label para cada batata. Interessante que se bom, eu tenho brulho ali, com laguete da arriba assim. Isso, mas eu tenho brulho, isso é um tique de batata, mas agora nós põe a galinha arriba aqui e tá. Depois você smell by um pouco assim. Bem, eu tenho que botar a batata na aproveitar, né? Sim. Vamos trabalhar nisso aqui, a batata aqui. Está mostrando, né, a chica, vai eu? Sim, agora botei nele em sua folha, assim, aqui, tu costa que dá junto. Sim.
Ik kijk maar eens. Otro. Dat doen we met een kruidenboter of een smeltkaba. Ja, hoop je op een batata. Yes. Kijk wat er nog siguiente staat. Nosta ore che nosta pone. Un eetlepel di sour cream. Yes. Quindi che andate a clapa come? Casi clapa come, Amira. E ora il last tocco che ti vieni qua. E chi esce la spa? Ok. Chi esce la spa di faccio? Questa è masco, ma un tocco finale. Masco, ma un tocco finale. Quindi ti gusta chi esce masco, altro anno. Ti gusta due spa, tre. Te il label di chi esce? Open, guarda, take notes. Take notes, la cosa non stop non è importante. Sì. Netje, Elika, wauw. Is dat hier? Dat wordt dan ons veel baked potato. Amira, abotino, nor ay, abotino, ni purva. Está claro, esta pregunta. Oké. Okay. Elika, prometo me dale hapa aquí, mientras mira acá, conduce con que te ves más. O bien, ahora botame, está algo fácil, botame por traer en la casa. Basquibi, eres ingrediente, no cuánto me esterecara cosa, men. Ahora aquí, simplemente, compra y vos me es por traer, ¿vo? Hola, esta que va otra edición de cocina, me espera que vas a anotación y que la próxima vez te vas a ver bien. Dios bendiga a vos y te otro día. Hallo, ik ben Jelali Setje en vandaag wil ik jullie een vers voorlezen. Het staat geschreven in Johannes 14, vers 6. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Dit was het vers. Hopelijk heb ik jullie bemoedigd en nog fijne week. Hallo allemaal, mijn naam is Rachel Martina en ik ben 18 jaar oud. Mijn schooljaren waren niet altijd even makkelijk, voornamelijk de middelbare school en de basisschool. In groep 7 kreeg ik te horen dat mijn advies MAVO was. Uiteindelijk was dat toch gezakt naar basis. Op de middelbare school had ik gehoord dat je van basis naar kader kon gaan, maar dat had ik ook niet gehaald. Ik vroeg aan God of hij me kon helpen, zodat ik kon slagen met hoge cijfers tijdens mijn eindexamens. Vorig jaar had ik mijn eindexamens gedaan en ik was ook geslaagd met hoge cijfers. Als je klaar bent met de middelbare school, dan moet je een opleiding kiezen. En doordat ik basis deed, moest ik een niveau 2 opleiding doen. Ik mocht de opleiding in 1 jaar doen en ik moest een vervolgopleiding kiezen. Ik koos ervoor om een niveau 4 opleiding te doen. Ik had mijn keuze besproken met mijn mentor. Ze was niet met mij eens, omdat voorheen had ik een test gemaakt voor niveau 3 en ik had die test niet gehaald, dus ze had geen vertrouwen in mij. Ondanks dat ze geen vertrouwen in mij had, had ik wel vertrouwen in God en had ik me aangemeld voor een niveau 4 opleiding. Ik ben ook aangenomen. In juli studeer ik af en dan mag ik ook gelijk werken in de zorg, want ik heb een baantje gevonden in de zorg. Ondanks mijn schooljaren niet altijd even makkelijk waren, bleef ik vertrouwen op God, want hij is mijn steun en toeverlaat. En zolang je alles in zijn handen legt, komt alles goed. Hoe ben ik? We zijn in de finale van de partij van de Youth Experience Holanda. Maar voor mij kom ik naar bij en ik herinner je versikel dat ik lees in het commissamento. Het is geschreven in Salmo 37, versikel 4. Y te avisa, busca el gozo del Señor y luego haya todo lo que tu corazón por desea. Quizás que me avisa, ten tu cosa, busca el gozo del Señor y luego haya todo el deseo de tu corazón que de acuerdo con su voluntad. Sigue disfrutando.